Ach, het is bijna zover. Kerst staat voor de deur. Ja, de kou ook. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Maar des te meer reden om die knusse kerstdecoratie uit de kast te halen. Nou, vandaag gaan we langs bij acteur en ook mijn molmaatje Tiro Gernand. Nou, die hoeft in ieder geval zijn kerstdecoratie niet uit de kast te halen. Want ik heb meer dan genoeg bij me. Dus pak een tipje van de ijsberg. Betty! Hey! Betty! Tigo! Patrick! Lieverd! Oh, echt? Je hebt een kerstboom! Tuurlijk, ik denk ik kan niet met Lego aan komen. Ik heb dit al zo lang niet gehad in mijn huis. Echt niet een kerstboom? Nee, mag ik hem? Nou ja, hier is voor jou. Hij is helemaal meegenomen. Hij is heel zwaar. Wat leuk! Kerstboom in mijn huis, weet je hoe lang dit geleden is voor mij? Maar hoezo is dat lang geleden? Omdat ik een kat heb gehad, 21 jaar. Dus die brak het hele huis af als er kerstballen in hingen. Dan lagen die versplinterd over. Ja, echt waar. Dus die soort eerst pet. Maar... Dankjewel. Ik heb een kerstboom. Nee, ik heb nog nooit iemand zo blij gezien met een kerstboom. Nee, maar ik vind het echt heel leuk. Ja, ik vind het ook echt een huis ervoor. Nou, maar je hebt een prachtig huis. Ik heb van alles meegenomen. Dit is niet het enige. Ik heb echt een volle wagen. We gingen alleen een kerstboom optuigen. Liever nee. Gaan we mijn hele huis verbouwen? Tuurlijk! Ja, dan gaan we aan de slag, jongen. Ik denk dat waren de enige ballen. Ja? Ja. Hij staat. Nou ja. Dit is even een momentje, Tigo. Dit is echt een momentje. Je bent hysterisch, je bent niet te stoppen. Nee, ik heb echt zo lang geen kerst gevierd. Ik hou me in. Heb je nooit kerst gevierd? Oh, duizenden vragen schieten. Ja, kom Hoezo maar heb jij nog nooit kerst gevierd? Ik had een hele kleine familie en ik ben altijd aan het werkbed. En al die kerstshows en al die opnames. Maar heb je dan nooit in die dagen een momentje dat je denkt van nou, nu zie ik even die of het vrienden. Of het is echt alleen... Nee, serieus, Patrick, de laatste keer dat ik dat gedaan heb is met Tatum Dagelen toen dat mijn vriendinnetje was. Maar dat was in 1997. Ja? Dat is even een random. Ja, zoiets. Jaren 90. Ja? Maar ik heb ook nooit een familie gehad. In die zin dat we allemaal samenkwamen. Ik was mijn moeder en mijn broer. Nou, wij gaan gewoon. Je gaat niet meer alleen zitten met kerst. Nee, ik heb nu ook voor het eerst dit jaar heb ik 2 dagen vrijgevraagd met kerst. Omdat ik wist dat ik een kerstboom kreeg. Dus nu mag je bij mij kerst komen vieren. Moet je nou kijken? Eerst een rotklusje. De lampjes, daar ben ik heel goed in. Daar ben je daar goed in? Ja. Nu zit hij hier weer in de knoop. Ik voel het nu was boven af. Ja, er is hier iets gebeurd. Ja, doe je bij meer mensen kerst? Zeker, schat. Serieus? Ja. En dat ging iedere keer goed, dit? Bij iedereen ging dit hartstikke goed. Nee. Ja, eigenlijk eerlijk maar gezegd. Zo. Heb je hem? Ik heb hem. Nou ja. Wat is je mooiste kerstherinnering? Mijn allermooiste kerstherinnering? Mijn familie woont op Sint Maarten. Op de Nederlandse Antillen. En mijn neefjes wonen daar. En mijn jongste neefje die kwam toen naar Nederland toen hij, ik denk 7 of 8 was, voor de eerste keer. En die zag voor de eerste keer sneeuw. Oh. Dus die was helemaal... En dat vonden wij zo bijzonder, want hij stond helemaal... Het wordt wit buiten en hij zag die vlokken komen en werd helemaal... Hoe kan dit? Toen zijn we naar buiten gegaan en toen gooiden we vol sneeuw in zijn capuchon. En toen is hij heel hard huilen naar boven gegaan, maar hij kende die pijn niet van de kou. Dus toen hadden we een huilend neefje, maar uiteindelijk vond hij het heel erg leuk, zo'n sneeuwbal. Ook bij het zelf, is het jouw mooiste herinnering? Waarschijnlijk nou, van hem een klein traumaatje. Ja, maar het was zijn mooiste herinnering omdat hij erbij was, want hij is een paar jaar daarna overleden. In een auto-ongeluk, 7, 8 jaar later. Dus dat was wel heel heftig. Shit. Maar daarom is het mijn mooiste herinnering, omdat ik dan nog mijn neefje, die was toen bij ons thuis en toen hadden we kerst met z'n allen. Ja. Oh, nou, dat hebben wij best wel goed verdeeld. Je hebt natuurlijk helemaal verstand nu van kerstversiering. Ja, hang de grotere kerstballen wat dichter bij de stam en de kleinere kerstornamenten aan het uiteinde van de takken. En mocht je nou van die hele dunne, breekbare, delicate kerstballen hebben, hang die gewoon wat hoger in de boom, zodat ze wat minder snel breken. En zeker als je huisdieren hebt. Kies een leuke kerstversiering en stem de kleuren in je boom af op de rest van je interieur. Want als je dat doet, dan creëer je eigenlijk meteen een heel mooi geheel. En als je dan gaat voor kleur, kies dan 2 hoofdkleuren en 1 accentkleur. Ja, en dan jouw thema, nou dat zal er bam meteen uitspringen.
Ja, breng wat kersttakken naar binnen. Want kerstgroen, dat staat garant voor instant kerstsfeer. Plus, je huis gaat er zo heerlijk kerstig van ruiken. En ook nog een andere leuke groene tip. Want je kan natuurlijk ook kerstlampjes in een kamerplant hangen. Je kan er ook kerstballen aan hangen. Ja, we doen het met Paas ook. Dus waarom met kerst niet? Je hebt echt zoveel meegenomen. Mag er eigenlijk niet ontbreken volgens jou op een kersteettafel? Ja, ik ben dan toch, ik ben helemaal niet zo'n vleeseter. Nee. Maar dan toch, zo'n heftige smaak vlees en dan met mijn moeder... Wild. Wild. Ja. Met besjes en zo, een soort kompot. Kompot. Van besjes en dat zure bij het vlees, dat is voor mij kerst. Dat is voor jou kerst. Ja. Hoeveel kerst kan je in je huis halen, Patrick? Toch, als ik zo rondkijk, we hebben een kerstboom, we hebben een gedekte tafel, ik zie overal kerststerren, we hebben de paal versierd. Ik mis iets. Hou op. Ik vind het toch een beetje kalig nog. Wat heb je nou meegenomen? Je mag ook kijken. Nee. Dan ben je nooit meer alleen. Dit is toch een must-have? Laat die kerst maar komen, toch? Ja, die kan nu wel komen. Zo, zijn de mensen nog in leven allemaal? Sorry. Jezus. Sorry. Hey, Merry Christmas. Dankjewel. Die moet er ook nog op. Je hebt nog één taak. Kijk, hij staat, jongen.